Lossie, de wraak van de crimineel. Kia, de vader van Lossie. Hij is een trainer van zijn zoon. Verder probeert Kia de financiële zaken te redden. Maar het loopt allemaal in de soep. De 20-jarige Lossie. Lossie heeft pas geleden zijn universiteit afgerond. Maar hij mag zijn diploma pas in ontvangst nemen als hij zijn studie heeft afbetaald. Maar werk vinden in deze crisistijd valt niet mee. De Italiaanse Sip. De crimineel die Lossie probeert dwars te bomen. Ook is hij een moordenaar, maar dat weet nog niemand. De politieagenten. Zij proberen de zware criminelen te pakken. Helaas heeft onze hoofdpersonage Lossie de meeste pech. Het verhaal. Lossie wordt binnenkort het huis uitgezet. Daarin tegen mag hij zijn universiteitsdiploma pas in ontvangst nemen als hij de studie heeft afbetaald. Lossie en Kier waren een tijd geleden in Italië, bloed beroofd door Sip. Kier raakte hierdoor werkeloos. Het zit alleen maar tegen. Ze moeten stelen om te kunnen leven. De Italiaanse Sip keert naar Nederland om Lossie nogmaals te dwarsbomen. Maar naast dat ook om moorden te plegen door een bom in het lichaam te plaatsen die na 24 uur afgaat. Toen Lossie dat ontdekte dat hij een bom in zijn lichaam zat, wou niemand hem geloven en helpen. Zelf het ziekenhuis namen geen actie vanwege de draadjes die ze mogelijk zouden raken. Vervolgens wordt Lossie achterna gezeten door de agenten. Het voelt als iets kansloos. Vervolgens ontstaat er constante wraak tussen Lossie en Sip. Hoe loopt dit af? Wordt Lossie toch een zwerver? Lees het gauw. Hier is het geld, vader. Mooi zo. Als je nu de pruimelbom neemt, dan ga ik ondertussen kijken of ik mijn studie kan afvoeren. Komt goed, Keer. Gevonden. We moeten vluchten, Keer. Keer, vader, bent u er nog? Zeker al gevlucht. Freeze! Kom maar uit, we weten dat je erin zit. Ik geef nog lang niet op. Ze zijn buiten Westen. Oh, ik dacht dat we in het Westen zaten. Al vlug. Vertel, wie geeft jou de opdracht? Hoe vaak je me ook met! Het gaat jou niks aan! Oh jawel, het gaat me juist wel aan. Zeg! Voor wie werk je en waar is hij? Al zou ik dat weten, dan verraad ik het niet. Voor wie werk jij, jongeman? Jong, ik ben al 20, ja. Net mijn studie af en dat mishandelen heeft geen zin. Mijn vader heeft mij getraind. Aha, je vader. Bedankt voor die informatie. Ik weet genoeg. Sluit hem op. Yo. Haal me onmiddellijk eruit. Als we in Italië niet waren beroofd, dan waren we nog rijk en was de studie al afbetaald. En er is ook geen werk in de crisis. 5 maanden later. Kerst. Zij lekker genieten. En wat krijg ik? Zo af en toe droog brood. Mag ik misschien wat water? Vooruit, het is kerst. Maak dan uit een brandslang. Auw! En ook nog eens op mijn zweepwonden. Ik hoop je snel weg te zijn. Een dag later. Er is een kerstpakketje binnengekomen voor je. Super! Wat? Kleding? Een brief! Ik hoop inderdaad dat ik hier wat aan heb. Ha, lachen! Een beter dan vies masker! De touw en masker brengt me op een idee. Nu is mijn kans!
Wat gebeurt er? Ouch! Ik weet niet hoe Nossi het heeft geflikt, maar ik laat die onmiddellijk eruit hoor. Beter dan vies. Mijn excuses voor het ongemak. Kat in bakje. Ik ben hier zo. Mooi! In restaurant. De schoolplaats is niet meer veilig, dus we zitten duidelijk in een goedkope motel. Nice! Ik ben benieuwd naar die motel. Mooi, dan gaan we. Gil, Ida, en niet betalen. Zeker nooit in Nederland. Volgende ochtend. Het ontbijtnieuws. We kregen toevallig een spoedbericht door van de politie. 4:00 ochtends waren ze neergeslagen met een knuppel. Precies de reden daarvan is nog niet bekend. Dat is die Italiaanse crimineel Sip. Wat groot, Nos. Die crimineel mag absoluut niet beter worden dan mij. Trouwens, door hem was ik blut. En dat gebeurt niet nogmaals. Ik zou eerder moeten zijn dan Sip. Ik geef hem het door dat het Joop is. Laters. Joop? Waar kan deze Joop gisteren al nieuw gestolen? Bij een bank. Geef al dat geld. En heel snel. Sorry, je bent net te laat. Hoe bedoel je? Net te laat. Iemand was er net voor. Wie? Zeg. Die buitenlandse crimineel van tv of zo. Ik heb genoeg gehoord. Ik had die heikel in de pan. Hij zou boeten. Maar thuis. Nee. Vader. Wat is hier gebeurd? Zeg iets. Alsjeblieft. Kijk hoe het verzoekt. Hij is schreeuw. Maar geen paniek. Want ik heb nog een verrassing. Stelt. Nee. Verlaat mij niet. Ik kan niet zonder. Ik zal hem 7 maal vragen. Als ik hem tegenkom, dan krijg ik klappen. Dan slaan we tot Tokio. Ik denk eerder aan de zon, Nas. Later. Waar ben ik nou? Is het hel of zo? Hè? Ik leef nog? Waarom zal Sip me niet hebben vermoord? Hier klopt iets niet. Hij moet een plan hebben. Wie kan dat nou wezen? Goedemorgen, uw pakket is binnen. Wat kan het zijn? En aan wat heb ik het te danken? Cool, een Speed Turbo, wat ik altijd wil hebben. Heel aardig is ook een keer. Maar wat heb ik er aan als ik niet eens een auto heb? Ach, dan maar eentje stelen. Nee, hier is een koffer nog, meneer. Een koffer? Wat ben ik nou daarmee? En het is ook nog eens leeg. Leefde mijn vader maar nog. Dan had ik hem nog kunnen bedanken. En kunnen zeggen hoeveel ik van hem hou. En hoe trots ik ben op mijn vader. Ik wou dat hij het wist. Maar ik zou wraak nemen. Dit accepteer ik niet nog langer. Wauw. Nu al 2 uur. Nou, nu tijd voor onderzoek en wraak op Sip. En zo uiteindelijk doorverwezen naar het ziekenhuis. Mooi, u kunt. Dank u zeer. Ik ben eerlijk, die rijken mogen altijd voor. Hey, bewaking, ik vind de koffer erg verdacht uitzien. Ik wil zeker zijn of er geen explosie in zit. Dank u, ik zal het controleren. Doe onmiddellijk die koffer open. Er zit toch niks in hoor? Toch moet het gebeuren, maat. Zo goed, ik zei toch dat het leeg was? Wat de hel? Je hebt gewoon 1 miljoen in je koffer. Laat hem voor. Eigenlijk. Hoe kom ik in vredesnaam aan al dat geld? Dit is onmogelijk. Er is iets met die koffer. Komt u nog, meneer Nossi? Noem me nooit meer nu. Of meneer, ik ben pas 20 jaar. Waarmee kan ik u hierbij helpen? Ook bewusteloos geslagen? Ja. Hoe kan jij dat nou weten? Omdat jij niet de enige bent. Maar ik vrees ook dat er meer zijn die niet zijn geweest. Wat heb ik dan waardoor je zo vreest? Ik kan bijna met 100% zekerheid zeggen dat er een bom in je lichaam plaatsvindt. Een wat? Sip heeft geleerd om kleine bommen te maken die gemakkelijk door te slikken zijn. Maar dat is nog niet alles. Sip liep vroeger stage bij ons. Hij beweerde dat hij graag mensen helpt, maar in plaats van dat
had hij het nodig om zo'n onschuldige mogelijke mens te kunnen vermoorden. Hij leek heel aardig en zo, maar ondertussen was hij nog erger dan een zware crimineel. Bijna niemand weet dat hij een moordenaar is, door de manier hij het doet. Zodoende krijgt hij ook een lagere straf dan hij behoort te krijgen. Mocht hij te weinig kleine bommen hebben, weet hij doordat hij operaties heeft geleerd waar hij de buik moet opensnijden. Omdat het verdacht zou zijn als de bom op verschillende tijden af zou gaan, heeft hij ingesteld dat de bom begint te tikken na 12 uur en precies afgaat 24 uur later. Zodoende merkt niemand van de dood, omdat de meesten dan al slapen. Volgens hem dit alles zodat hij de macht heeft en de bevolking niet te voorraad. Hoe weet je dit allemaal? Hij was mij als een dienst. Tijdens de pauze was mij iets geheimzinnigs opgevallen bij hem. Toen vertrouwde ik hem al niet meer zo. Maagd. Eerst dacht ik nog van dat dit een soort dagboek was, totdat ik erin keek. Hij viel me gelijk op dat dit een soort geheime criminaliteit plannenboekje was. Onder andere over die bommen waar ik het over had. Sindsdien hebben we hem ontslagen, maar hij is wel crimineel geworden. Na dit heb ik hem weer een lange tijd niet meer gezien, tot nu. Mijn eerste ontmoeting met hem herinner ik me ook nog, helaas. Waar ken jij hem dan van? Hij bracht me toen we in Italië waren. Hiervoor was ik rijk. En nu blut en diep in de schulden. Ja, vervelend. Voordat we weer overspringen naar een ander onderwerp, wil ik even een foto maken. Om te kijken of de bom wel in je lichaam bevindt. Best! Houd je hoofd goed tegen de leuning aan, Nossie. Wat ik al vreesde. Haal het eruit! Onmiddellijk! Ik zou wel willen, maar we mogen die actie niet nemen. Wat een onzin is dat? Dit is geen onzin. Een verkeerd draadje aanraken en het is bom. Die risico mogen we niet lopen. Het ontploft anders toch? Of het verkeerd gaat, of je doet er niks tegen. Dus waarom niet, als je levens mee kan redden? Sorry, Nos. Ik word ontslagen als ik het toch zou doen. Het is te gevaarlijk. Sip heeft zijn strijd al gewonnen. Nooit! Jij makkelijk praten! Wat makkelijk praten? Hij was ook hier geweest. Oh, die eikel is echt ziek, man. Zelfs de eikel zouden wegrennen van hem. Ziek? Ik wist niet eens dat eikel ziek konden zijn. Je moet niet alles letterlijk nemen! Ik ben hier weg, de mazzel! Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van mijn stripfilmpje. Wil je weten hoe het afloopt? Klik op de link in de beschrijving of scan deze QR-code hieronder. Vergeet niet te abonneren om op de hoogte te blijven van nieuwe, grappige en spannende strips.